Als technieker in een pretpark kom je heel andere dingen tegen dan bijvoorbeeld als technieker in een fabriek. Ik ga deze ochtend op bezoek in het huis van Udine. Die attractie lijkt over kop te gaan, maar dat is een illusie. Dus we moeten naar... Wat ik vandaag wil weten, is hoe die illusie juist werkt. En aankomt in het huis van het onovertroffen. De meest fascinerende attractie en de boeiendste voor mij is het huis van Houdini. Ik heb lang getwijfeld of wij over kop gingen of dat het huis was die ronddraaide. Tot wanneer dat ik hier als attractiebediener stond, dat ik in feite wist hoe de attractie werkte. Het geeft een enorme kick langs de technische kant, als je dat goed bekijkt, een volledig huis die ronddraait. Ik vind dat enorm boeiend. De laatste voorstelling van de dag moet ik altijd naar beneden en moet ik zeker het huis eens zien draaien hebben. En dan is mijn dag geslaagd. Terwijl de bezoekers staan aan te schuiven om de illusie te ondergaan, opent Houdini voor mij zijn achterdeur. De attractie bestaat uit twee delen. Eerst en vooral heb je het huis zelf. Eigenlijk een enorme roterende trommel die 360 graden draait. Ik vind dat heel bizar om te zien, omdat toen ik daarin zat, had ik het gevoel dat ik in een huis zat en niet in een of andere gigantische stalen constructie. Onder de trommel staan 8 elektromotoren die ervoor zorgen dat het huis kan ronddraaien. De bezoekers zitten in een grote schommel. Door de combinatie van het schommelen en het roteren van het huis krijgt de bezoeker het gevoel dat hij over kop gaat. De 2 hydraulische cilinders die in het decor verstopt zitten zorgen voor de beweging van de schommel. De cilinders worden aangedreven door de hydraulische groep. Maar het hart van de attractie is de PLC, de centrale computer die de hele attractie bestuurt. Voilà, dat is ook weer een illusie minder. En voor mij heeft Houdini geen geheimen meer.